Op de Jules Zetney Terminal is er vandaag aanzet gegeven voor de bouw van een logistics center die zal bijdragen aan het herstel en de groei van de economie. Minister Uraikit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme zei bij deze groundbreaking ceremonie dat het centrum vooral de export moet bevorderen. Dit is een van de projecten. Bij het uitvoeren van dit project zelf wordt simultaan onze concurrentiepositie verhoogd en de productie van het land. Een belangrijke beleidsspeerpunt welke in ontwikkeling of is ontwikkeld is de upgrading van onze infrastructuur. Met het uitvoeren van dit project wordt beoogd om de logistieke kosten en transporttijd te verlagen, welke ten bate moet zijn van de economie. Maar ook moet het in bijzonder zorg dragen dat de export van landbouwproducten wordt bevorderd. We hebben er vaker over gehad. Als land moeten wij meegaan met de ontwikkelingen. Wij moeten nagaan hoe zaken efficiënter aangepakt kunnen worden, waarbij de kosten als de tijd voor het inklaren van goederen in de primaire havenfaciliteit van Suriname wordt verminderd. Zoals reeds vaker aangegeven, moeten wij onze concurrentiepositie in met name de regio verhogen. Ramsaran stelt verder dat vooral met de ontwikkelingen rond de olie- en gassector zaken aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Voor president Chandrika Prasad Santokhi is de bouw van het logistieke centrum het bewijs van groei. Heel belangrijk ook waar deze haven een functie vervult bij import en export. Onze importdekking was gezakt naar enkele weken. Om maar niet te spreken van 0 weken. Welke weer zit nu op 6 maanden importdekking? En zo kunnen doorgaan met terugdringen van devaluatie, stabiliseren van de koers, terugbrengen van begrotingstekort gisteren naar 4,3%. Heel dicht bij de internationale norm. Wel, het zijn die parameters die gaan bepalen wat de rol van deze haven gaat zijn. Santokhi geeft verder aan bijzonder blij te zijn dat er nu een heel positieve handelsbalans tot stand gekomen is binnen de economie. De bouw van het centrum zal veel grote activiteiten met zich meebrengen om het land verder op te bouwen.